Op zondag 14 januari is het onrustig geweest bij de Zandlaanbrug op de grens van Katwijk aan de Rijn en Rijnsburg. Een grote groep jongeren had zich daar verzameld. Rond 12:30 kreeg de politie een melding dat er bij de brug mogelijk een vechtpartij zou plaatsvinden. Bij aankomst van de politie vertrokken de jongeren, maar keerden even later ook weer terug. De politie, die met meerdere eenheden ter plaatse was, heeft de groep vervolgens uit elkaar gedreven om verdere escalatie te voorkomen. Mogelijk ging het om een vechtafspraak tussen de jongeren. Nou, er zijn groepen jongeren uit Rijnsburg en uit Katwijk die daar hadden afgesproken, klaarblijkelijk, om met elkaar te vechten. En dat heeft de politie gesignaleerd. De politie heeft ze ook aangesproken. Maar ook na herhaaldelijk sommeren om naar huis te gaan en naar hun ouders te gaan, kwamen ze toch telkens weer terug. En zijn er uiteindelijk ook 42 namen genoteerd. Wordt daar nog iets mee gedaan? Ja, zeker. De politie is afgelopen zondag al begonnen om bij de ergste raddraaiers bij de ouders langs te gaan. De politie heeft ook de 18-plussers persoonlijk opgezocht. Die krijgen van mij een brief dat dit een waarschuwing is en dat we dit niet accepteren. En de ouders van degene die onder de 18 waren, want de grootste groep was 15, 16, 17... die krijgen ook allemaal een brief vanuit de gemeente met ook een aantal telefoonnummers waar ze eventueel vragen kunnen stellen bij de politie. Ze kunnen ook een afspraak maken bij mij, dus het e-mailadres staat er ook in. En ook als ze hulp willen, bijvoorbeeld met jongerenwerkers of met de mensen vanuit de wijkteams, staan die nummers ook in de brief vermeld. Dus we proberen ze vooral op te helpen hoe ze dit probleem kunnen oppakken. Krijgt u hier reacties op vanuit de ouders of verzorgers of vanuit de jeugdigen zelf? Nou, we hebben voor een andere groep, wat hier in de buurt speelde, hebben we een brief gestuurd in december. En daar hebben we eigenlijk geen reactie op gehad. Nu hebben ze een brief ontvangen. Het is een incident, misschien het enige incident, maar als er nog een volgend incident gebeurt, wat dan? Ja, dat wordt natuurlijk wel genoteerd. Die namen staan nu genoteerd. Dus de politie weet dat iemand één keer betrokken is geweest, twee keer betrokken is. Dan hopen we natuurlijk niet. Maar dan is het uiteindelijk ook, dan heb je dat gesprek gehad. Nou, dan is het ook het moment om nog een keer een stevig gesprek te voeren, bijvoorbeeld met de ouders. En uiteindelijk zou het ook een haltstraf kunnen opleveren. En als je het helemaal verkeerd doet, dan heb je natuurlijk een aantekening. En dan kan je geen verklaring omtrent gedrag meer krijgen als je bijvoorbeeld een veiligheidsopleiding wil gaan doen. Dus die kinderen moeten wel goed nadenken en ook die ouders wat dit voor consequenties zijn. Zijn er nog signalen dat dit nog een keer kan gaan gebeuren of is dit een eenmalig iets geweest? Nee, ik denk niet dat dit eenmalig is geweest. Die groep die opereerde al een aantal weken. Ze zoeken elkaar op via social media. Dus het is echt iets waar we nu bovenop zitten, waar de politie ook bovenop zit. En waar we ook die ouders fors van willen bewustmaken. Let op, dit gaat fout. Die jongeren, ook uw kind misdraagt zich. En dat betekent dat je toch dat stevige gesprek moet voeren. En anders zullen er straks vervelende consequenties aan hangen.